Dier en Vriend TV wordt mede mogelijk gemaakt door dierendocshop.nl, DierID en Petplan. Welkom, lieve mensen, bij weer een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. En ditmaal weer vanaf Nationale Dierenzorg te Wassenaar. En naast mij zit wederom Marjolein, omdat Judith, ja, die is nog steeds ziek. Althans, aan het revalideren geloof ik. Ik ga even aan Marjolein vragen. Hoe is het met Judith eigenlijk? Ja, dat gaat op zich gaat het goed. Ze is geopereerd aan haar voeten. Alle operaties zijn allebei geslaagd. En we hopen er spoedig weer te zien als ze gerevalideerd is. Oké, nou, dat klinkt toch helemaal weer perfect. En trouwens, de vorige keer, we hebben het vorige keer voor het eerst gedaan. En jij deed het toch eigenlijk ook supergoed? Het beviel wel, het ging goed hoor. Ja, nou ga ik het bijna verlegen maken natuurlijk. Want ja, als je de eerste keer natuurlijk begint met zoiets. Ja, je krijgt zo'n camera onder je neus en een microfoon. En veel belangrijker, ja, jij bent degene die natuurlijk ontzettend goed voor alle katten zorgt. En ik heb begrepen, je hebt weer aardig wat katten zitten. Maar nog veel mooier, je hebt ontiegelijk veel katten geplaatst, hè, de laatste tijd. Ja, ja, mijn collega's en ik hebben goed ons best gedaan. Daar zijn een hele hoop weg. Maar ja, het loopt even hard weer binnen. Dus we hebben er wel weer een paar zitten. Ook nog een paar oude bekenden. En die gaan we weer voorstellen. Ja, nou ja, dat is ook heel erg belangrijk. Er zitten inderdaad een paar katjes bij die al eerder zijn uitgezonden. En ja, wat de reden is, het is aan de ene kant onbekend. Aan de andere kant ook wel eventueel een klein beetje begrijpelijk. Omdat sommige katten nou eenmaal zijn, als je voor die hokjes staat, dat ze nou niet gelijk ongeveer zeggen van hier is mijn kopje eimen. Die zijn even wat schuchtiger. Die hebben rust nodig. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat deze katten zijn blijven zitten. En verder, ja, ook wel weer een beetje een triest geval. Twee hele kleine kittens die zomaar gedumpt zijn. Die krijgt u zo dadelijk te zien. En we gaan zo dadelijk, ja, en dat doen we niet zo vaak. Want jullie hebben ook honden. We gaan een hond laten zien, hè? Ja, dat klopt. Op de hondenafdeling zit nog een mooie Mechelaar. En die wilden we ook eventjes in de picture zetten, zeg maar. Nou, en ik moet ook zeggen, het was eigenlijk een beetje mijn eigen schuld, want ik kom hier aan en ik zie daar een van de hondenverzorgers met een prachtige Mechelse herder staan. Ik zei, ja, wat is er mee? Ja, die heeft ontzettend dringend een baasje nodig. Alleen, in de kennel wordt hij helemaal gek, staat hij meters hoog te springen. Dus zo dadelijk krijgt u ook nog even een hond in beeld en er is een klein verhaaltje over vertellen. En uiteraard kunt u ook daar alle informatie weer vragen bij Nationale Dierenzorg te Wassenaar. Dan heb ik zo, nu is tijd voor de katten. Laten we lekker met kat nummer 1 beginnen. Nou, kat nummer 1, dat is Armada. Dat is een kater, een Cyperse kater van 4 jaar. En die zit hier ook nog. Het is een beetje een verlegen typeje, dus hij toont zichzelf vaak niet zo heel erg uitbundig. Maar hij is zeker altijd in voor een knuffel, altijd gezellig, wil er graag bij horen. Als het maar niet te veel drukte is om hem heen, dan hoort hij er zeker, zit hij graag naast je op de bank en zo. En hij heeft een blaasdieet, maar dat eet hij gewoon goed, daar kan hij gewoon rustig op blijven. En daar kunnen we allerlei informatie over verschaffen als mensen hier zo zijn. Nou ja, voor de rest is het gewoon een prachtkereltje, dus graag komen kijken. Nou ja, dan blaast hij het sowieso. Dat zeggen we nou ja, bijna eigenlijk elke week ook. Je merkt er niks aan, ja. Want het is alleen ander voer. En voor de rest, als je dat geeft, dan kan die, nou ja, bij wijze van spreken 20 worden toch? Minstens, ja hoor, ze worden net zo oud als andere katten. Alleen ze eten iets anders, maar ja, dat is wel makkelijk. Hoef je nooit te bedenken wat je hem gaat geven. En de volgende kat, ja, we houden het even een klein beetje Cypers, is Pookie, als ik het goed onthouden heb. Marjolein. De kat heet Cookie, als koekje, zeg maar. En Cookie is een, ze heeft veel koekjes gegeten. Het is een beetje een breed typeje. Ook inderdaad Cypers. Ook een blaasdieet, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Armada. Ietsjes ouder, zij is 9. Houdt erg van door rust als een oudere dame het betaamt. Ook heel lief, maar daar moet je gewoon wat rustiger mee omgaan. Ze houdt er niet van als je het aan daar wil zitten, dan bijt ze misschien een beetje van zich af. Niet letterlijk, maar ze zal wel een beetje knorren en weglopen. En gewoon liever niet in je buurt zijn. Dus als je haar lekker de gang laat gaan, komt ze vanzelf wel naar je toe. En dan is het gewoon een hele lieve kat voor een rustig huishouden met 1 of 2 personen. Lekker op een flat, ze hoeft niet per se naar buiten. Vindt ze waarschijnlijk wel leuk, dus dat maakt niet zoveel uit. Als er maar gewoon rust is, geen huisdieren, geen gillende kinderen, is Cookie helemaal op ter plek. Oké, en gewoon dus de kat laten zijn, hè? Zo simpel klinkt het toch? Ja, inderdaad, daar komt het op neer.
De volgende kat, dat is een prachtige schildpad. En helaas is die ook al een keer eerder in de uitzending geweest en hij zit er nog. Dat kan nu niet langer. Ik vind het zo leuk. Hij heeft gewoon een lekker kop, dus die moet toch snel weg. Ik zou zeggen, verkopen. Nou, Phineas, dat is ook een ontzettend lieve kat, inderdaad. Heel erg speels. Ze is 9, dus misschien houdt dat sommige mensen tegen. Maar je moet denken, ze is nog niet eens op de helft van haar leven. 9, dat is nog jong volwassen, zeg maar. Het is een heel gezellig diertje. Ze kan niet bij andere katten. Kleine kinderen, omdat ze zo speels is, is waarschijnlijk ook niet aan te raden. Want dan gaat er toch misschien een keer een nageltje in een vingertje. Maar het is een ontzettend leuke kat die er altijd probeert bij je in de buurt te zijn. Niet overdreven gek op eten, gewoon gek op aandacht. Gek op pluisspeeltjes of van die nepmuisjes. Als je daarmee aan de slag gaat, dan kan je er uren bezig houden. En wat eet hij? Ook een blaasdieet. Ja, helaas net als de meeste. Maar goed, wederom, het maakt op zich niet zoveel uit natuurlijk. Als ze dit gewoon eet, is er niks aan de hand. Ze eet het graag, dus dat is ook geen probleem. Het is een fijne meid die gewoon goed een huis verdient. Hier zo vangt ze bijna elke dag een muis voor ons. Dus het is ook een goede muizenvanger. Past natuurlijk niet helemaal in haar dieet. Maar goed, dat zien we oogluikend toe. En het is gewoon een kat die als je ze eenmaal je vertrouwen heeft. Hè, en jij hebt dat van haar, is het een wereldkat. En de volgende katten, ja, dat zijn er twee. Twee hele jonge katjes van ongeveer een half jaar. Deze stonden met z'n tweetjes in een tas hier voor de deur. Iemand heeft ze dus gewoon weer gedumpt. Ik hoop dat u nu zegt van, deze katjes die neem ik heel snel in huis, want hoe kan je een levend wezen eigenlijk zo dumpen? Maar we hebben het al vaker over gehad, daar gaan we het niet langer over hebben. Wat kan je over deze twee prachtige kittens vertellen? Nou, momenteel niet zoveel. We zitten hier pas een paar dagen, maar het zijn twee ongecastreerde katertjes. Eén rode, één zwarte. De rode die is heel erg uitbundig en die vond ons eigenlijk gelijk leuk. De zwarte is ietsjes meer terughoudend, maar als je hem eenmaal een paar keer over zijn bolletje hebt geaaid, dan gaat ook gelijk het motortje ronken. Is hij gelijk helemaal blij en gelukkig. Ik snap niet waarom mensen ze weg hebben gedaan. Ze stonden inderdaad in een tas bij een van onze ambulances. Maar goed, ja, het kan altijd gebeuren dat mensen niet meer voor de kat kunnen zorgen. Maar mensen, we zijn heel aardig. U kunt ook gewoon bij de receptie komen. En dan hebben we het er ook gewoon over. En dan kan je natuurlijk altijd wat regelen. Want nou weten we dus helemaal niks van ze. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is wel weer bekend. Dat is ook wel grappig. Want je zegt een rode kat en een zwarte. Rood, ja, dat is nou bijna altijd wat pittiger als een zwarte kat. Maar dan heb ik nog even één vraagje tussendoor. Ze zijn nu nog niet gecastreerd. En dat kan het waarschijnlijk ook nog niet. Of misschien net wel. Als de mensen straks deze prachtige kittens gaat ophalen. Zijn ze dan gecastreerd al? Of moeten ze nog terugkomen? Nou, we moeten sowieso 2 weken wachten. Nou, denk ik niet dat er een eigenaar ze komt claimen, maar dat zijn we verplicht. En na die 2 weken mogen we ze ook castreren. Dus dat kunnen we hier doen. Eventueel kunnen mensen dat ook thuis doen. Dat moeten we gewoon even overleggen als mensen interesse hebben wat het handigste plan van aanpak is. Oké, als het maar gebeurt, want dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Dat zou zijn. Anders heb je er straks nog meer. Ja, en dat is, en dat we hameren er toch ook wel echt met regelmaat op van, alsjeblieft, castreer, steriliseer. Want er zijn nog steeds veel te veel katten en we weten hoe leuk het is, al die kleintjes. Maar ja, die kleintjes zijn na een jaar ook een stuk groter en dan lijken ze allemaal op al die andere dieren die nu al in het dierasiel zitten. En u zag het, weer 2 prachtige kittens die op u staan te wachten. Dan gaan we zo dadelijk eerst door met de vermiste dieren- en dierenambulance onder rood. En dan komen we uiteraard terug met een hele mooie kat. Een beetje een zwarte kat à la boskat zit erin. Nou ja, u moet zo dadelijk maar kijken. Dat is Asiel die van de week. En zoals beloofd laten we natuurlijk ook nog even die prachtige Mechelse herder zien.
De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. Morné moest nog wat zeggen tegen Martin en Huip was druk in de weer met de was. Maar vandaag is het tijd voor Dierenambulance Onderhoud om weer mee te rijden met Martin. En onze eerste melding ging over een Vlaamse gaai, een hele jonge. De jonge Vlaamse gaai, week of 3 oud. Is nog niet helemaal dicht onder zijn vleugels. Dat duurt nog een weekje. De Vlaamse gaai nemen we dus mee en als hij over een aantal weken goed is aangesterkt en de vleugels zijn aangegroeid, wordt hij natuurlijk vrijgelaten. Wij kunnen gelukkig met de dierenambulance dan ook heel veel dieren redden. Alleen helaas, bij de volgende gaat dat echt niet meer lukken, namelijk een overleden kat die in het water ligt. Het was echt even slikken om zo'n kat in het water te zien liggen. Het zal per slotverrekening je eigen kat maar zijn. Uiteraard controleren we gelijk of de kat gechipt is of dat hij een speciale dierenpenning om heeft, maar helaas. Dus we kunnen de eigenaar of eigenaresse niet informeren over dit droevige feit. Natuurlijk gaat ons werk gewoon door en we zijn alweer op weg naar de volgende melding. De melding ging over een jong verzwakt koutje wat ergens op straat liep en de kinderen wisten precies waar. De veren zijn niet zo heel erg goed. Hij is ook een week of 2,5, 3 oud. En over ongeveer een week kan hij heel goed vliegen. Dit koutje hadden we gelukkig dan ook snel te pakken en konden gelijk doorgaan naar een Vlaamse gaai die gewond was. Ambulance. Aan te doen is, dan wordt hij ingeslapen. Ja. En de kans is redelijk groot. Deze prachtige Vlaamse gaai had dan ook een gebroken vleugel en ook zijn staartveren waren niet goed. Maar een wilde vogel met een gebroken vleugel is vaak niet te redden, want per slotverrekening moeten ze wel kunnen vliegen. We nemen deze prachtige vogel in ieder geval mee en hopelijk is hij toch nog te redden. En het volgende slachtoffer wat op ons zit te wachten is een ekster. Die was namelijk in het water gevallen en aangevallen door een aantal meerkoeten. Maar kijk, hij mist hele stukken. Dit krijg je als je in het water valt. Als je een ekster bent, dan pakken de meerkoeten je. En die zorgen eerst dat je niet meer verder kan vliegen. Het is trouwens maar goed dat deze ekster snel uit het water is gehaald. Eentje zijn poot breekt. Zit het mannetje of het vrouwtje en dan jaagt die andere hem resoluut weg. Gewoon. Die willen er niks meer van anders halen. Ze denken dat ze de roofdieren naar zich toe lokken als er één gewonde bij zit. Mm. Dus dan zouden al die goeien zouden misschien opgevreten worden doordat die gewonde erbij. Dat is echt geen lekker gevoel. Doordat de ex een aantal veren kwijt was, kon je wel heel goed zijn vetknobbel zien. Dat bultje wat je daar ziet, dat is zijn vetknobbeltje. Hier komt vet uit dat tepeltje, zeg maar. Mm-hmm. En dan gaat hij met zijn snavel langs en dan wrijft hij zijn veren in, zeg maar. Mm. En dan is die waterdicht. Mm. Nooit gezien. Cool. Dan is die bij watervogels. Bij de volgende vogel zullen we erop letten. Deze ekster nemen we natuurlijk mee, maar wat bleek? Dat het ook een echte vrouwenversierder was. Want deze twee vrouwenharten had hij al een hele korte tijd gewonnen. Dan ben je wel aan hem gehecht. Hij is Johnny. En nu maar afwachten of extra Johnny teruggaat naar deze plek als hij weer helemaal beter is. En dan gaan we nu verder naar de tweede kamer, want daar hadden ze een klein, jong koutje gevonden wat niet helemaal goed was. Een jonge kou. We doen dit niet omdat we het leuk vinden om aan die PGB's te komen. We doen dit omdat solidariteit in deze samenleving onder druk komt te staan als er regelingen zijn. Het was duidelijk te zien dat dit koutje nog heel erg jong was en zeker bijgevoederd moet worden. Wat is dat voor een vogel? Een kou. Die kleinere zwarte kraaitjes die je wel eens ziet lopen met die grijze vlekken in hun nek. Zo eentje is het. Die herken je aan zijn ongelooflijk mooie blauwe ogen. Ook als ze volwassen zijn wordt het echt helblauw. Hartstikke bedankt, heren. Goede avond voor de werkzaamheden. En met dit koutje die het vast en zeker gaat redden, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Dierenambulance Onderhoud. Uiteraard brengen we het koutje nog even naar het vogelasiel en daarna gaan we terug naar de basis.
Dit was dan weer Dierenambulance Onderhoud voor deze week. En u ziet het, we hadden het beloofd. Een prachtige Mechelse herder, genaamd Bo. Ja, is een hele lieve hond. Het gaat even anders als dat u van ons gewend bent. Maar deze prachtige herder, ik heb het ook even opgeschreven, die zoekt ook dringend een baasje. In zijn kennel namelijk springt hij 25 meter hoog ongeveer. Het is natuurlijk wat overdreven, maar daar wordt hij zo nerveus van. Terwijl als hij zo hier bij ons zit, is het een wereldhond. Hij is 1 jaar of 7 en ik ga gewoon eventjes kijken van wat ik nog meer kan zeggen erover. Dat hij, eens even kijken, liever niet met katten gaat. Kleine kinderen. Maar ja, niet te jong zeggen ze dan. Grote kinderen is geen enkel probleem. En eens even kijken, nou ja. Eigenlijk spreekt het gewoon voor zich als u deze hond ziet. Ik zou zeggen, bel voor deze prachtige Mechelse herder naar Nationale Dierenzorg in Wassenaar. En dan kunnen ze u alle informatie geven. Heb jij er nog wat over te vertellen voor de rest? Nou, we hebben het zo wel toch wel goed gezegd, denk ik, hè? Ja, zeker, zeker. Klopt. En ik ken hem ook niet zo goed, want ik werk natuurlijk bij de katten. Dus dit is eigenlijk alles wat we moeten weten. Dus, u ziet het, hij blijft gewoon lekker even bij ons zitten. Terwijl wij het nu gaan hebben over een prachtige zwarte kat die waarschijnlijk een beetje gekruist is met een boskat. Ja, dat klopt. Dat is in elk geval wat de eigenaar met de vorige dierenarts had bedacht, inderdaad. Het is waarschijnlijk een kruising Noorse boskat. Het is een zwarte poes. En eigenlijk een heel makkelijk diertje. Ze zit hier nog helemaal niet zo lang. Maar ze doet alsof ze hier al jaren woont. Ze loopt gewoon vrolijk rond. Ze komt naar je toe. Ze speelt graag. Ze komt gelijk haar eten halen. Het is eigenlijk een heel makkelijk diertje. Ze heeft wel een blaasdieet. Wederom, net als bijna allemaal. Maar eten doet ze prima. En dat zal denk ik snel verholpen zijn. En voor de rest, ik denk dat ze bij kinderen, bij andere katten weet ik niet. Bij kinderen kan ze denk ik wel, omdat ze juist zo'n makkelijk karakter heeft. Honden moeten we nog uitproberen, dus dat zouden we hier dan moeten zien. Een tuin denk ik ook dat dat best wel kan, want wederom, het is een makkelijk diertje. Dus die zal overal wel snel kunnen wennen. Maar als die hier zo binnen zit, zeg maar, nu in de kennel, dat kan je vergelijken met een flat, zeg maar. Dat vindt hij ook prima? Ik denk het wel, als ze maar gewoon lekker de aandacht krijgt die ze nodig heeft, want ze zal best wel graag erbij willen horen. Nou ja, het is ook, u ziet het ook op beeld, het is gewoon weer een prachtige kat. Hoe kom je eraan eigenlijk? Deze die is afgestaan, omdat het niet goed ging in huis, want daar plaste ze namelijk. Maar ja, dat bleek te komen door een verwaarloosd blaasprobleem, wat dus inmiddels op de rails is. Want ze loopt bij ons dag en nacht los in een kamer voor zich alleen. En ze is nog geen enkele keer onzindelijk geweest, ze gebruikt de bak prima. Dus het probleem is opgelost. Oké, ja, dat zijn inderdaad wel eens vaker problemen. Als stel dat een kat toch niet helemaal zindelijk schijnt te zijn. Heel vaak is het dan struffiet. Ja, het kan ook een psychische reden hebben. Maar met het goede voer, wat hij dus nu krijgt, is helemaal top, hè? Ja hoor, ja, hij doet het hartstikke goed. Nou, dus nou nog wachten op een baasje. Na deze prachtige kat en natuurlijk niet te vergeten Bo, onze Mechelse herder, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Dier en Vriend TV. Maar voor we echt helemaal afsluiten en ik jou ga bedanken, is natuurlijk nog 1 belangrijk ding wat we de kijker moeten gaan zeggen, hè? Is dat zo? Is dat zo? Nou ja, dat ga je natuurlijk toch krijgen als ik daar zomaar over begin. En ja, ja. Nou, het kwartje valt. Een open dag, een extra open dag zelfs waarschijnlijk. Want meestal hebben jullie in het voorjaar, dacht ik. Maar jullie hebben, als ik het goed onthouden heb, 1 oktober een open dag. Dat klopt zeker. Ik was het bijna vergeten. Maar 1 oktober hebben we inderdaad open dag. Rond Dierendag hebben we altijd een kleine open dag. In mei hebben we inderdaad altijd een grote met steentjes en zo. Dat is nu wat bescheidener. Maar de rommelzolder is open. U kunt op alle afdelingen kan men kijken. En natuurlijk gewoon bezichtigen en ons vragen hoe het er allemaal in zijn werk gaat. Oké, helemaal duidelijk. Dus u bent hier van harte welkom op 1 oktober. En dat vind ik toch ook even. 2 oktober kan u weer doorgaan. Want bij het Haagse Dierencentrum hebben ze dan een open dag. Het is natuurlijk heel vaak rond Dierendag dat er allemaal open dagen zijn. Dus ook daar 2 dagen alleen maar dier. Oké. Marjolein, ik weet niet of jij voor de rest nog iets wil zeggen, want anders zeg ik zo, het is klaar en dan gaan wij deze mooie dieren uitzenden. Nee, eigenlijk heb ik er niks aan toe te voegen. We hebben van alles laten zien en ik hoop dat er gauw gebeld wordt. Nou ja, dat hoop ik uiteraard helemaal mee. Nou, Marjolein, jij ontzettend bedankt. En uiteraard, lieve mensen thuis, u bedankt weer voor het kijken. En hopelijk dat ik over een week of wat kan melden dat al deze dieren geplaatst zijn. Tot volgende week. Die
Dier en Vriend TV werd mede mogelijk gemaakt door dierendogshop.nl, DierID en Petplan.